Kijk, als je vindt dat Rutte weg moet, of dat hij niet te vertrouwen is, we hebben deze zaak regelmatig besproken. Er zijn vorig jaar 2 moties ingediend, hebben we ook regelmatig besproken. Dat had voor elke normale parlementaire leider, had dat voldoende moeten zijn om te vertrekken. Hij zei nu ook lichtelijk geïrriteerd, als u mij niet vertrouwt, ga ik wat anders doen. Waarop ik dacht, ja, als je dat nou vorig jaar bij jezelf bedacht had, als u mij niet vertrouwt, dan ga ik wat anders doen. Daar was een heel geschikt moment, parlementair ook zuiver. En ja, daar heeft hij zich niets van aangetrokken. Het verlos hem, kunt u mij horen? Hoe heb jij naar dat verhaal van Rutte gekeken met zijn Nokia? Nou, van een storm en een glas water en bovendien. Ik zag een klein stukje bij Galit en Sofie waar geen enkele praktische vraag werd gesteld. Ja, dat was natuurlijk, je begrijpt, volop verontwaardiging. Dat hij die berichtjes van zijn telefoon gelazerd had. Wat voor zover ik kan zien vrij begrijpelijk is. Want ja, zeker in zijn geval. Wat moet je met honderden berichten op een minitelefoontje? Dat moet er een keertje af. Maar ja, mijn vraag was, geldt dat voor iedereen die zijn telefoon gebruikt voor berichtenverkeer? Geldt dat ook voor Kamerleden, ministers, topambtenaren? Wordt dan eenmaal per zoveel tijd uitgelezen en op service gezet waar dat historisch gecontroleerd kan worden? Er werd ook in dat programma geen enkele praktische vraag gesteld. Er werd toch gesuggereerd, kijk, wij zijn allemaal ontzettend eerlijke mensen. Wij laden al onze WhatsApp-berichten, laden wij op een speciaal servertje aan het eind van de week. En dat wordt allemaal vastgelegd. Doen ze in Noorwegen zo, hè? Komt nog een notaris langs om eroverheen te niezen. Niet waar, maar die Rutte, die ruimt dat allemaal op, die vuile oplichten. Nee. Dus ik had graag gehoord hoe het met de praktijk van dit type van, omdat natuurlijk de digitale wereld sowieso een heel andere vorm van archivering noodzakelijk maakt. En aangezien daar geen woord over gezegd was, zei ik, terwijl ik zat te kijken en ook de krant zat te lezen, dit is toch ook weer van een verbijsterende oppervlakkigheid. En waarom is er in zo'n redactie nou niet even doorgedacht? Wat vraag je aan mensen? Hoe zou dat dan moeten? Is dit wat Rutte doet, is dat gebruikelijk of niet gebruikelijk? Het is weer datzelfde gezeik over het gebruiken van de eigen e-mail, die eigen e-mailaccount. Moet dat wel of moet dat niet? En zo nee of zo ja, hoe ga je de e-mails dan opbergen? Ja, ik heb zelf bijvoorbeeld op de computer, tenminste dat zegt hij elke ochtend weer, nog 27.000 e-mails staan van de afgelopen jaren. En het is hartstikke handig. Dus mijn geschiedenis kan volledig uitgelezen worden, moet ik je zeggen. Hartstikke handig, omdat ik dan denk, ja, had ik die afspraak, heette die man niet Pietje Puk, of was het nou Jantje Puk? En dan typ ik in, je kunt zo'n zoekvenstertje heb je, en dan typ je in Pietje Puk, en verdomd, 2017 heb ik met Pietje Puk ooit een telefonische afspraak over deze of gene zaak gemaakt. Dus ik vind het fijn dat dat ding het onthoudt. En dat niet alleen, dat dat stomme ding het ook doorzoekbaar maakt. Want Pietje Puk, staat in een fractie van een seconde, verschijnt Pietje Puk in je scherm. Ja. Maar en hier vond ik weer, wat leren die journalisten toch op die journalistenacademies? Dat zou ik wel eens willen weten, hè? Ben ik nou de enige die dat soort van voor de hand liggende vragen stelt? Hoe zou Rutte dat dan moeten doen? Moet hij dan 1 keer per dag van zijn Nokia een speciale digitale verbinding maken met het digitale archief van het ministerie van Algemene Zaken? Ja, hoe het nu ging. Hij bepaalde zelf wat hij belangrijk vond om door te sturen. Ja, dat kan ik me wel voorstellen. Daar zit natuurlijk ook een hoop ruis bij. Hij zal Jort toch ook regelmatig mailen van, hey Jort, zullen we nog een borrel gaan drinken? Ja, daarvan zei hij, dat stuur ik niet door. En de bel eventjes of zo, daarvan zei hij ook, dat is ook niet belangrijk. Nee, natuurlijk, daar heeft hij groot gelijk in. Ja, is dat zo? Een journalist van de NOS vroeg, het kan best zijn dat bel eventjes, dat in een groter geheel best een belangrijk berichtje is. Ja, nou goed, dan nogmaals, dan is mijn vraag, hoe gaan we dat archiveren? Moet hij dat dan elke avond doen? Of moet hij dat 1 keer per 3 weken doen? Of stuurt hij het meteen door naar de NRC? Hoe moet dat dan? In de digitale wereld wordt natuurlijk een gigantische hoeveelheid rommel gegenereerd van de ene dag naar de andere dag. Dat is al bij geschreven bronnen. En daar wordt ook tenslotte, geloof ik, 90% van weggegooid. Ja. Ik heb ooit in een archief gewerkt waar je voortdurend, daar zat wemelde van de brieven van Harry Truman, president Truman.
Al die brieven zeiden zo'n beetje hetzelfde van... Hallo Piet, dat was een leuk telefoongesprek. Mijn secretaris komt er nog op terug. Hartelijke groetje Harry. Ja, daar heb je verder geen zak aan natuurlijk. Ja, dat hij met Pietje Pukken misschien een telefoongesprek heeft gevoerd. Maar Lyndon Johnson had al zijn in- en uitgaande telefoongesprekken vast laten leggen. Dus al in de jaren 60. En als ik het maar goed erin had, gaf dat 19 miljoen meter geluidsband. Wie gaat dat afluisteren? Wie gaat die tienduizenden berichtjes van Rutte, hij is nu 10 jaar aan de macht, zoals zullen we zeggen, 100 berichtjes per dag, 50 berichtjes per dag. Dus dan zit je al op tienduizenden berichtjes per jaar. Dus dan zitten we alleen bij Rutte al op honderdduizenden berichten. Ja. Hij mag van, hallo Piet, hoe gaat het? God, dat was een lekkere wandeling. Het was wel een doodklap met dat onweer vanmiddag. Zeg, jongen, nou, hoe gaan we dat doen? Maar je slaat het natuurlijk op, niet zozeer voor de... Oh, daar komt het ding weer. Oh, kijk, jee. Maar ik heb nu een app op mijn telefoon. Maar wat ik wilde zeggen, je slaat het natuurlijk niet op voor de voor nu, want nu is het niet spannend. Maar het kan natuurlijk op termijn, als er iets gebeurt, dan kan zo'n bericht toch spannend zijn. Ja, wie gaat dat nalopen, die tienduizenden berichten? Mag ik dat eens weten? Wie gaat die 19 miljoen meter geluidsband van Lyndon Johnson afluisteren? Nou ja, als het relevant is, zijn er best wel mensen die dat willen dat doen. Dat is de zegen bij geschiedenis van de middeleeuwen. Daar is gewoon 99,9% weggerooid, opgeruimd. Frans Halstraat deed het hier, ingestort. Het is Frans Halstraat, ja. Ja, met dubbel S. Frans Halsstraat, ja. De schilder is niet Frans Hal, maar Frans Hals. Ja, even kijken. Over zijn Antwerpen geboren. Ik zeg het er maar even bij. In verband met onze trots op onze nationale culturele existentie. Zo, start parking. Start the parking session. Dan zijn we begonnen. Ik hoop dat je op tijd bent. Ja, maar rijdt hier altijd 2 keer voorbij. Ja? Volgens mij. Ja, of je hebt ook nog een soort van periode tussen. Het kan natuurlijk zijn dat ik hier nou net geparkeerd zou hebben. Precies, ja. En dan rijdt dat karretje voorbij. Ze rijden trouwens enorm snel altijd. En dat ik dan nu bij de parkeerautomaat sta om een kaartje te halen. Ja. 3,22 per uur. Ik vind wel dat ze heel vaak door de straat komen. Ja, maar is toch goed dat ze dat doen? Ja, god, als je toch zulke hoge bedragen heeft, dan moet het misschien wel goed gecontroleerd worden. Ik zou wel eens allemaal weten willen weten wat de netto kosten zijn en zo. Voor dat kar, want er zitten 2 mensen altijd in, hè? Nou, dat je natuurlijk altijd een afweging moet maken van de handhavingskosten en wat die zaak oplevert uiteindelijk. Ja, maar ik werd toen door een luisteraar... Je weet dat in Amsterdam was toch een groep van personen die tientallen miljoenen aan parkeergelden verduisterd had, toch? Oh, dat bleek dus geen enkele toezicht op te gehouden te worden. Oké. Okay. Een paar jaar geleden was dat. Een luisteraar stuurde dit door. Dus ik moet zeggen, het is enorm handig. Dus je zet het aan en dan... Dat is perfect. Ja, ik zie het, ja. Zo. Frans Halstraat loopt scheef. Ja, dat klopt. Op dit plaatje wel. Maar we hadden het erover, wie gaat het nou zitten terugluisteren? Nou, als er niets aan de hand is, niemand. Maar op het moment dat er wel wat aan de hand is, wil je natuurlijk wel een soort van registratie van de geschiedenis hebben. Met die berichten. Stel voor dat er hele belangrijke dingen zijn gebeurd op momenten waar we ook bij dachten dat er helemaal niks aan de hand was. Die we dus zo'n beetje doorspoelen. Ik denk, nou, dat zijn de jaren zus of zo. Ik weet het dan maar niet zo zeker. Ja, nogmaals, ik wil graag van de journalistiek weten hoe het huidige digitale archiveringsapparaat in elkaar zit. Is daar wettelijk iets over afgesproken? Of is dat gewoonterecht of routinegedrag? Is de ene minister daar wat gevoeliger voor dan de andere? Ja, dat wil ik allemaal graag weten in plaats van die... Natuurlijk wel een beetje voor de hand liggende verontwaardiging die je in zo'n tv-showtje dan ziet. Hè, waar geen mens een praktische vraag stelt. Nee, precies. Maar goed, dan ben je op zich hoef je er niet meer verrast over te zijn, want zo werkt dat bij die media. Maar bijvoorbeeld Donald Trump, die heeft volgens mij een half uur of 3 kwartier mist uit een gesprek wat hij voor die bestorming op het Capitool had. Ja, dat zal hij wel opgeruimd hebben. Ja, maar ik denk aan Nixon, hè, die had zo'n pedaal onder zijn bureau. En ik geloof dat zijn secretaresse ook flink gewist had. Ja. Ten slotte komt het toch allemaal uit omdat er natuurlijk een wederpartij is geweest in dat geval. Ja, maar bij Trump hebben we nog niet gehoord wat in die gesprekken die gewist zijn nou gezegd is. Nee, ze eerst maar eens toestemming te krijgen, want het zal ook wel een of andere verjaringstermijn zijn. Je kunt ook niet vragen wat ze in het kabinet in Nederland vorige week besproken hebben. Daar zit een termijn op. Ik weet niet, 25 jaar of misschien nog wel meer, weet ik niet uit mijn hoofd. Dus en nogmaals, ik wil precies weten hoe het zit. Kijk, opgewonden verontwaardiging, daar kopen we niks voor. Hmm. Nee. Kijk, als je vindt dat Rutte weg moet, of dat hij niet te vertrouwen is, we hebben deze zaak regelmatig besproken.
Er zijn vorig jaar 2 moties ingediend, hebben we ook regelmatig besproken. Dat had voor elke normale parlementaire leider had dat voldoende moeten zijn om te vertrekken. Hij zei nu ook lichtelijk geïrriteerd, als u mij niet vertrouwt ga ik wat anders doen. Waarop ik dacht, ja, als je dat nou vorig jaar bij jezelf bedacht had, als u mij niet vertrouwt dan ga ik wat anders doen. Daar was een heel geschikt moment, parlementair ook zuiver. En ja, daar heeft hij zich niets van aangetrokken. Ja, maar hij zei nog meer. Hij zei namelijk, er is altijd een soort van, het begint altijd met wantrouwen hier in de Kamer. Dat zei hij volgens mij tegen Caroline van der Plas. En hij zei, er zijn heel veel ministers die vinden hun vak heel mooi, maar die ontmoeten een soort van wantrouwen hier in de Kamer en dat vinden ze niet prettig. Ja, dat vind ik, ik weet niet, is er ook een definitie van democratie, georganiseerd wantrouwen? Ja. Ja, want je moet in principe moet je niet altijd permanent van de goede trouw uitgaan. Maar er moet wel goede reden zijn voor wantrouwen. Dat vind ik weer wel. Je kunt niet alles wantrouwen. Dat er is natuurlijk ook zeker in de politiek is er een neiging tot paranoia. Sowieso is er in onze hele cultuur een neiging tot paranoia. Denk aan al die zonderlinge samenzweringstheorieën die op ons losgelaten worden. Dus ik vind ook dat ja met mate en met redelijkheid. Maar goed, ik raakte hier toch onmiddellijk geïrriteerd over de vaagheid van de hele discussie. Ook die particuliere mail, ja, is dat erg? Ik zou zeggen, niet zo. Betekent dat die lui alles moeten bewaren? Ik weet niet, er is toch ook, neem ik aan, een officieel papieren circuit. Dat er wel eens gebeld wordt, ik weet het. Dat je vroeger... Dat vond ik eigenlijk niet juist, maar dat gebeurde aan de lopende band. Kijk, er is volgens mij een wettelijke plicht om bij openbare functies is een sollicitatieplicht. Dat wil zeggen, je bent verplicht een sollicitatieprocedure op te starten. Nou, iedereen weet dat in tal van gevallen, iedereen allang weet dat Piet Jansen dat gaat worden. Maar ja, je bent wettelijk verplicht om die sollicitatieprocedure af te werken. En eigenlijk is dat voor degene die dan een brief schrijven, is dat oplichterij eerste klas. Want ze zijn totaal kansloos. Maar wat moet je dan? Moet je dan zeggen, nou we moeten die sollicitatieplicht afschaffen? Moet je zeggen, het is verboden om van tevoren te zeggen, het zal Piet Jansen wel worden? Ja, Piet Jansen werkt al 10 jaar voor die afdeling in tijdelijke posities. Hij heeft al prijzen gewonnen. Het wordt algemeen erkend als een genie. Nou ja, wat doe je in zo'n situatie? Het was op het ministerie van Hoekstra nog aan de hand recent. Hè? Daar was een hele goede vrouw. Ja, daar was iemand voorgedragen. Ik dacht een vrouw en toen heeft hij er een man van gemaakt. Ja, grote verontwaardiging toen. Nou, ik vond het ook niet erg verstandig. Bovendien werd er niet gezegd waarom, als ik het me goed herinner. Nee, volgens mij wilde hij dat niet. Ik weet niet, had die mevrouw gesolliciteerd of is die voorgedragen door weer een commissie? Ja. Ik heb geen idee. Ja, de verwachting was vanwege meer inclusiviteit dat die dame het wel zou worden. Volgens mij had ze ook goede papieren, maar het werd uiteindelijk dus die man. En Hoekstra heeft inderdaad niet uitgelegd waarom. En volgens mij vond hij dat niet relevant voor de discussie. Ja, dat vind ik al. Ja, ze is een beetje ongelukkig. Ja. Had die mevrouw gewoon benoemd en toen dan bij de volgende keer die man, weet ik veel, zijn baantje zat toch daar. Ja, wat ik wel opvallend nog vond is dat Rutte dus als de sms'jes wat te lang waren, dan belde die iemand op het ministerie en de ambtenaar en zei die, ik geef je eventjes door wat je moet overtypen. Dat denk ik dat hij daar tijd voor heeft om dat dan door te sturen. Ja, ik heb geen idee. Ik heb vaak gezegd vroeger, ik zou nooit van mijn leven minister-president willen zijn. Het lijkt me ongelooflijk vervelend werk eerlijk gezegd. Maar ik zou het wel voor een paar weken willen zijn, zodat je een beetje... feeling krijgt voor wat zijn nou de procedures, waar zitten de holle ruimtes, hoe gaat dat in zijn werk in feite? Dat zou ik wel leuk vinden. Het is toch een interessante serie misschien voor de NPO, om daar eens iets van, want dat moet toch de reconstrueren zijn? Ja, ik heb wel eens gedacht, ook alweer lang, lang geleden, toen Lubbers ook zo lang aan de macht was, zou ik niet eens een brief schrijven aan Lubbers, kan ik niet gewoon eens 3 maanden meelopen? Ik hou mijn mond, ik zeg niets kritisch, ik zeg niks. Het kan zijn dat ik pijnlijk mijn gezicht vertrek bij sommige gelegenheden, maar ik wil alleen maar weten hoe het gaat, hoe het in zijn werk gaat. Omdat natuurlijk historici die dan achteraf iets schrijven over, want er zal ooit, ja, ik geloof ook dat Lubbers geen behoorlijke memoires heeft achtergelaten en zo. Dat is ook in Nederland heel, in Amerika knallen ze het ene boek na het andere eruit, ook als ze 3 maanden aan de top gewerkt hebben, maar bij ons is dat veel minder te doen gebruikelijk. Ik weet eigenlijk helemaal niet waarom, maar goed, het is wel zo.
En ja, zoals je zo'n gang van zaken beschrijven, dan vraag je wel eens af, hebben ze wel voldoende ervaring in dit type van besluitvormingsprocessen om het ook adequaat te beschrijven? Dat weet ik eigenlijk niet. Hè? Is er dan maar voldoende materiaal of snak je naar de WhatsAppjes die de MP verzonden heeft in de loop der jaren? Dat is wel een interessante vraag. Ja, Balkenende wilde misschien aan meewerken. Ja, je wou zeggen dat je me interviewen kan. Maar nee, ja, in interviewen dan maak je ook dingen, daar is de werkelijkheid ook alweer verdraaid. Daar ben ik van overtuigd. Je wil het echt zien? Ja, ik wil het gewoon zien. Ik wil erbij zitten. Ik wil horen wat er gezegd zijn. Ik wil horen of er wel eens iemand wegloopt met knallende deuren. Ik wil zien wie er kalm blijft en wie er boos wordt. Maar dat zou toch kunnen? We hebben heel veel transparantie, dat wordt altijd gezegd. Je kunt natuurlijk de dingen aan de uithalen die echt gevoelig zijn en voor de veiligheid niet goed zijn. Maar waarom is het dit voor de NPO een mooie serie? Ik vraag mij af of enig proces waar het werkelijk gaat over macht en over het beïnvloeden van mensen, of dat überhaupt ergens transparant is. Ja, tenslotte, als het resultaat al ligt, dan kan je misschien maar... Daar zullen ook allen die erbij betrokken zijn geweest in het onderhandelingsproces, zullen ook hun eigen zaak dienen, het mooier maken dan het eigenlijk is als ze gewonnen hebben. En misschien lelijker maken dan het eigenlijk was als ze verloren hebben. Dus ja, zelfs dat kun je toch bij jezelf ook onderzoeken. Dat je hebt ook de neiging om de wat mindere plekken in je leven, om die toch een beetje op te sieren. Ja, dat je denkt van waar ligt de verfdoos? Dit grote plekje kan best even weggewerkt worden met een rood wangetje, bij wijze van spreken. Maar is dat niet een leuk idee voor de NPO? En dat jij een programma gaat maken en dat je mee gaat lopen met Rutte gedurende een kwartaal of een half jaar? Ik heb het vermoeden dat Rutte niet zal zeggen, ja, die Van Rossum. Altijd al gedacht, wat zou het leuk zijn als die nou eens een halfjaartje mee zou lopen. Nee, hebben bij de geschiedenis gestudeerd. Bovendien ben ik veel te oud. Ik wil er ook in Europa bij zitten, hè? Wil ik ook. In de auto naar Brussel. Wil ik ook allemaal. Misschien vindt hij dat wel leuk. Het lijkt me wel iemand die hier voor open staat. Ik betwijfel het. Ik ben bang dat hij toch liever iemand die een gewaarmerkt jeugdlid van de VVD. Niet een bejaarde teleurgestelde PvdA zou willen hebben. Ik weet dat Mariette Hamer altijd zei over de sms'jes van Rutte. Dat het altijd als ze dan een idee had, dan sms'te ze hem. En dan stuurde hij altijd terug, top idee. Hartstikke leuk, gaan we doen. Het moest niet te lang zijn vooral. Het waren vooral hele korte berichtjes altijd. Ja, hier hoor je toch opstelten van, wat zegt u? Is dat werkelijk waar? Wordt daar illegale paling gewist? Dat gaan we keihard aanpakken. Ja. Morgen nog met F-16 zullen deze vissers weer gebombardeerd worden. Er gebeurde nooit iets, heb ik begrepen. Dus ja, het is ook, maar ook hier, het is zo lang als het breed is. Ja. Ja. En het is de rel van de week weer, hè? Het is nu. Het is de rel van de week. Volgende week hebben we weer wat nieuws. Dat gaan we keihard aanpakken. Voor ons ligt Duitsland, in ons marcheert Duitsland en hinter ons komt Duitsland. Maarten van Rossum over Hitler. De Joden streefden naar hun eigen wereldheerschappij. Ze waren dus een parasitair ras wat in feite die vitaliteit van het volk, in dit geval het Duitse volk, wezenlijk bedreigde. Download het luisterboek via de link in de beschrijving.